is natuurlijk gewoon woordkeuze, maar het zit hem ook in zinsconstructies en zo. Dus je kunt allemaal makkelijke woorden gebruiken. Maar als het een hele lange zin is, is het nog geen B1. Mm-hmm. Dus daar waren we inderdaad ook daar weer mee aan het puzzelen. Om inderdaad gewoon iets uit te leggen op een manier die voor zoveel mogelijk mensen begrijpelijk is. Maar zonder dat het ook weer Jip en Janneke werd, want dat kan ook weer een beetje weerstand oproepen. Maar we hebben dat inderdaad wel, voor mijn gevoel, maximaal hebben we dat doorgevoerd B1. Ja. Nou ja, jij noemt dat, want dat is ook van tevoren gevraagd. Als je het zo eenvoudig en helder maakt, roept dat weerstand op. Kunnen jullie daar iets van zeggen? Jij roept meteen nee? Nee. 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 Hey, we hebben het al vaker bij de kop gehad natuurlijk. Nee, wij zijn uitgegaan niet van B1, maar van 3V. Hè. Vriendelijk, volwassen en vertrouwenwekkend. En dan gebruik je de juiste woorden. En soms moet je gewoon een moeilijk woord gebruiken, omdat dat gewoon nodig is... om uit te leggen. Mm-hmm. Maar het is volwassen taalgebruik. En daar profiteert iedereen van.